Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze weekvlog. Het is vandaag maandag en in deze hele week pas ik op mijn oudershuis. Mijn ouders gaan een maand op vakantie en ja, iedereen wisselt een beetje af om de dieren eten te geven, planten, water te geven, etc. Deze week ben ik de beurt. Nou, ik vind het super chill, want ik woon lekker ruim met een grote tuin. Dus ik ga deze week ook lekker thuis werken, maar alleen vandaag moet ik even op en neer naar Amsterdam. Omdat ik een hele belangrijke meeting heb waar ik bij moet zijn. Dus ga ik nu even naar Amsterdam. Gezellig even lunchen en dan die meeting. Dus ja, komt er helemaal goed. Hallo, hallo, hallo. Ik ben inmiddels thuis. Het is alweer 5:30. Ik heb nog even gewerkt op kantoor. Hadden lekker ijsjes gegeten en lekker gewerkt. Meeting ging ook super goed. Ik ga nu even de dieren eten geven en de planten even water geven, want het is super warm, dus we moeten eventjes water nodig hebben. Het gaat om het idee. Er is ook cola hoor. Goedendag allemaal, het is vandaag dinsdag. Ik heb de hele dag thuis gewerkt bij mijn ouders. En ik ga nu even boodschappen doen, want hier is hier echt gewoon niks in huis. Dus ik ga even wat halen. Ik ga vanavond iets met courgette maken, want we hebben dus een moestuin. Ik heb deze courgette zelf uit de tuin gesneden. En ook deze bieslook had ik lekker op mijn ei gedaan. Helemaal chill. Ik heb even een boodschappenlijstje gemaakt en dan ga ik allemaal dingetjes halen. Nou, helemaal chillpie. Wow, en toen was het alweer een hele tijd verder. Waar lig ik op? Oh, een broekje. Het is... het is 11:30. Ik had courgette gegeten uit de eigen tuin. Uit de eigen moestuin. Wat een groene vingers heb ik. Het was niet heel lekker. Want ik had ook gewoon niet mijn best gedaan. Ik wilde een soort gevulde courgette maken. Maar ik had gewoon courgette daarover, tomatensaus en mozzarella gedaan. En niet overgepleurd. Maar het was een maaltijd. En dat had ik zelf gedaan met de paprika. Meid, het maakt me allemaal niet uit. Ik ben een weekvlog aan het editen. Ik heb dat heel lang buiten gedaan. Maar ik ga straks naar binnen. Naar buiten. Naar boven bedoel ik. Ik ben er binnen. Ik woon dus best een groot huis. En nou, ik moet het niet te lang en hard op gaan zeggen. En te veel over gaan hebben. Want dan ga ik mezelf gek maken. Maar ik ben altijd bang hier in mijn eentje. Omdat het gewoon zo fucking groot is. En je geen buren hebt. Zeg maar niet directe buren. In Amsterdam zie je een appartement. Heb je allemaal buren om je heen. Zit je driehoog. Ja, voel me gewoon veel veiliger. Heel raar, hè? Beseffen. In Amsterdam voel ik me veiliger. Hier zit ik zo alleen in een groot huis. En alles is donker en zwart om me heen. En dan kijk in de achtertuin echt een soort diep zwart gat. Van donkerheid. Oké, nu ga ik erover kappen. Want nu zit ik mezelf een bang gevoel aan te praten. En dat... Ja. Dus ik ga het even afediten. Dan ga ik lekker mijn bedje in. En dan hebben we morgen weer een nieuwe dag. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik moet altijd in de ochtend zo hard nadenken welke dag het is. Ik ben wakker. Ik heb mijn sportoutfitje aan. Ik ga eerst even een ochtendje thuiswerken. Dan ga ik daarna lekker gymmen. Ga ik daarna me klaarmaken. En vanavond heb ik verjaardag van Stans oma. Gaan we gezellig uit eten. Dat is helemaal leuk. Ga lekker aan het werk. Zo. Stem. Ik ga even lekker een bananenbrood maken. Want ik had gisteren dus bananen gekocht. Maar we hadden er thuis nog 3 liggen die ver overrijp zijn. Dus ik ga hem een beetje op de healthy manier proberen te maken. Ik ga er lekker lijnzaad in doen. Chiazaad. Pure chocola. Bloem. Ik ga geen suiker doen. Ik ga dit zoetstofje doen. En melk en eieren natuurlijk. Amandelmelk. En eieren. En dan gaan we even kijken hoe de substantie wordt. En of ik nog iets moet toevoegen. Nou guys, de bananenbrood is klaar. Hij ziet er kind of goed uit, denk ik. Ja, laten we maar gewoon proeven. Ik ben heel benieuwd. Hij is al een tijdje afgekoeld. Hij is op zich wel best goed gaan rijzen. Nou, zonder boter en suiker. Ik ben heel benieuwd. Oh my god, ik ben zo dom. Hij is helemaal niet gaar nog. Helemaal mislukt. Oh mijn god. De smaak
is wel heel goed. Nou, het smaakt gewoon naar wentelteefje of zo. Nou, normaal. Zoet ook gewoon. Lekker kaneel. Maar wat moet ik nu doen? Moet ik hem nu verder toch in de oven zetten? Ik ben sowieso heel dom. Want ik heb geen bakpapier erin gedaan. En ook niet ingevet. Dus hij zit gewoon helemaal vastgeroest. Wat voor dom wijf ben ik gewoon zo. En hij is nog niet gaar. Ik ga misschien wel even langer in de oven doen dan. Ik weet het allemaal ook niet. Fucking dom. Ik heb net lekker gesport. Ik ga nu even lekker een iced matcha maken. Yum, yum, yum. En daarna ga ik even snel douchen en klaarmaken. Want ik moet over een, nou, ruim een uur en een kwartier helemaal klaar staan en klaargemaakt en al. En dan bij stand zijn. Ik kom net terug van sporten. Ik ga snel. Kijk, hier is er even iets fout gegaan met dezelfde. Ik ga heel snel douchen en mezelf klaarmaken. Dan moet ik over een uur ongeveer alweer gaan. Dus ik ga snel even. Nou guys, ik heb me klaargemaakt. Ik heb deze superleuke oorbellen van Bijou Brigitte. Hoe leuk. Ik ben echt helemaal obsessed. Dan gewoon een zwart jurkje simpel en die slippers. Helemaal cute. Ga dus lekker uit eten. Ik ga snel mijn tas pakken en dan ga ik vandoor. Hallo allemaal, het is inmiddels de volgende dag. Ik heb de hele dag gewerkt. Ja, niet zoveel bijzonders gedaan. Maar nu ga ik heel gezellig lekker borrelen met mijn zussen Isabelle en Bo. Kijk, ik heb helemaal leuk de tafel gedekt. Ik heb ook weer helemaal leuke nieuwe oorbellen in van Bijou Brigitte. Maar kijk hoe cute. Helemaal leuk tafeltje gedekt. Helemaal lekker met mijn meiden. Dus ik heb al mijn drankjes verzorgd. En ik heb lekker aperol spritz, limoncello spritz, gin tonic, wijntje. Nou, noem het maar op. En die meiden gaan een borrelplank maken en lekker hapjes. Dus ja, helemaal chill. Ik wil gewoon wachten tot ze komen. Volgens mij komen ze op het moment. Kijk, mijn zus dan. Die komt aan met een plank waar je u tegen zegt. Ja, dat is mooi. Leuk. Hallo. Hey zus. Ik ruik al lekker frituur. Ja, ik koop echt net uit frituur. Ik zijn nog warm. Lekker man. Ik wil de borrelplank binnen klaarmaken. En dan... Okay, jongens, we gaan even een shoplog voor de borrelplank. Okay, hier zit gefrituurde garnaal in en bitterballen. Hier zit zeezout. Kaasblokjes met mosterd. Oeh. Twee wrapjes met kip curry en kip joekjes. Lekker, kunnen we even snijden. Ik heb twee sushi wrapjes. Oeh, wat lekker. Komkommer, avocado. Dat was een nieuwkoop, zag ik. Ja. Ja, daar hebben ze echt goede chille sushi, ja, hoor. Ze maken het ook echt. Ja, het is gewoon letterlijk van een restaurant. Ja, ja, ja. Dat is ook wat je ook in Albert Heijn hebt. Ja. Fucking chill. Lekker broodje, hammetje. Nou, meid. Lekker gehakt balletje. Oh, wat nou? Olijfjes, nog meer worstjes. Nog meer worsten. Augurkjes. Lekkere worstjes. Meloenen, meloenen, meloenen. Ik heb voor jullie drie gehaald. Oh, lekker. Druifjes. Ja. Dat is voor bij kaas. Oh. So, ik heb een hele kip pesto. Oh, lekker. En heksenkaas. En lekker deze. Nou, meid. Ongelooflijk. Nou, meid, we gaan jou. We gaan hem lekker klaarmaken. Ja. Zie je. Nou, lekker limoncello spritz met tomaten. Nog nooit een limoncello. Oh, jij? Nou, ik wel heel vaak. Oh. Heel lekker. Hou je van aperol spritz? Nee, hè? Nee. Niet, nou ja, ik vind het niet vies, maar niet dat ik denk zo. Ik wil echt. Oh, ik vind echt dat zo geweldig. Nee. Zo, hij wordt wel een beetje een vieze kleur, maar het moet wel een beetje roze worden, zag ik op die TikTok.
Ja, door die framboos. Ja. Maar normaal niet hoor. Nee, maar op die TikTok die ik stuurde. Okay, we gaan een proefje. Oh, maar ziet er nu minder lekker uit. Ik ga nog eerst een foto maken van dit. Oh. Maar op beeld ziet hij voor mij best er wel leuk uit. Beetje oranje. Maar die meisje ziet er wel leuk uit. Oh. Nou, dit wordt echt gewoon ontgroening. Kijk, hè? Dit ziet er zo gaar. Oh nee, dat is echt heel raar. Doe even wat verder. Gewoon voor de lol, het hoeft niet serieus. Het is gewoon voor de grap. Ja? Heel grappig. Voor zo'n Snapchat. Ja. Oh. Nee, zo. Die wordt niet. Oké, ik doe wel zonder jou dan. Nee, dat is niet leuk. Ik doe wel gewoon naar jou kijken. Ja. Heb je veel meisjes? Ik vind het leuk. Zo nep. Ja. Oké, okay, ik ga even proeven. En het is wel sterk. Ja. Ja, dat is sterk. Wel. Meer sparoot in. Ja. Ja, en ik vind Aperol gewoon lekkerder, denk ik. Ja, het is sterk hoor. Misschien nog te veel limoncello overheerst. Oh, lekker. Doe mij maar een beetje parood erbij, of kava. Zo kan je nog recht kijken, hè? Nee, ik kijk wel weer schil. Gewoon echt zo kijk je als jij dronken bent. Ja, kijk je dan zo? Hoe is het verschil? Een beetje? Ja, ik kijk toch schil? Ja, nee. Ik ga even een vlog overnemen, want volgens mij vlogt Sarah niet heel veel. We zijn lekker drankjes aan het doen. Oeh. Oh. En Bo is nu hapjes aan het maken. Volgens mij burrata met tonijn. En we hebben al spelletjes gedaan, beverbende. En dat is echt ons nieuwe favoriete spel. En ik heb gewonnen, of course. Dus die meiden moeten zo lekker een shortje nemen. En ze zijn nu aan het koken, dus ik ga jullie even laten zien. Kijk, ze zijn bezig hoor. Hey. Tonijn tataar en burrata. En zo. En zo. Kijk dan, dit is toch niet normaal? Meet bij Bo. Heerlijk. Je kan ook inhuren. Je kan je ook inhuren. Ik als zij. Inhuren als? Chef-kok. Chef? Oh. Ja. Chef-kok. Ik ook, dus wel wat. Zo, dat ziet er goed uit. Heerlijk. Nou, eten. Doe, doe, doe. Jongens, we hebben zo fucking grappige TikTok opgenomen. We waren allemaal geblinddoekt en dan kwam er dus een muziekje op. Oh, en dan hadden we wel gaan kijken. Wat jij En dan moesten we. Ik moest shotten, want ik heb verloren. Oh, mijn batterij is bijna op. Nee. Ja, dat was de hele tijd zo. Oh. Shot this, shot this. Too much. Oké, okay, cheers. Shotje. 3, 2, 1. Cheers, babe. Wauw. Oké, okay, wacht. Limoncello. Nee, we moeten even die pukkie doen. Nee. Dit staat gewoon al 3 uur daarin. Nou, 3 uur. 6 uur, schat. Schat. Maar lekker. Hoe kunnen we berekenen? Nee, maar nu heb ik het niet aangepast. Oh, ik heb er één naam. Ik heb zo aangezet. Ik heb hem eens erin gezet. Is wel de rij moet aan. Oké, wacht, jongens, een beetje context. Dit hoorde op de borrelplank van 5000 jaar geleden. Ja, ik heb het in de oven gedaan. Ik zei het daar, ik zit in de oven, doe jij ze even aan. Maar ze hebben nooit aangezet. Ik ben zo open. En waar doe ik die pieken? Ik doe niet, ik denk, wat staat er dan? Ik denk nog een Bami-schijf van gisteren van de Bami had. Nee, dat kan echt niet. Oh. Ja. Hoe kan ik het nou vergeten? Nee. Het is inmiddels 2 uur. Oh my god. Het was wel echt een super gezellige avond met de zussen. Morgen moet ik alleen om 9 uur gewoon weer werken. Dus mijn werk staat gewoon echt om 9 uur. Maar weet je, living my best life. Dus ik ga nu eens lekker slapen. Morgenochtend werken, daarna uit eten. Of ik ga lunchen met mijn oma en
met Isabel. En daarna ga ik met Anne, Nina, Sofie en Bo hier gezellig bij mij borrelen en weer zuipen en leuk kletsen. Dus goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Ik heb alles. Ik ga gezellig lunchen met mijn oma en Isabel. Ik heb een leuk zwarte jurkje aan met een mooie lage rug. Maar ik ga er snel voor door, want ik ben alweer veel te laat. As always. Echt, oh my god. Fuck my life. Ik ben lekker aan het lunchen. Ja, ik had wel gehad. Met Isabel, mijn nichtje en oma gezellig. Ja, dat is voor het vloggen. Het vloggen. Voor YouTube. Maar ga je dat doen bij ouders? YouTube. Gaan we lekker lunchen. Zo lekker eten. Is hij nu aan het opnemen? Ik weet het niet. Hallo lieve vrienden, hallo lieve kijker. Maar ik ben ook wel eens op. Oh, hij is op zijn kop. Oh, dat is alleen video's. Oh, misschien moet ik niet mijn titel laten zien. Nee, dit is ook raar. Hoe doet zij dit? Oh, hier. We gaan sangria maken. Nou, dit is. We gaan sangria maken zoals ik heb geleerd van mijn lieve vrienden Sikkema. Dat is ook leuk, want dit gaat ze helemaal nooit gebruiken. Oké, als eerste. Prosecco. We gooien alles erin, want ik heb het nog nooit gemaakt. Dus ik weet niet wat de hoeveelheden zijn. Oh, ik heb alleen maar schuim. Dit doe ik helemaal niet slim. Oh, het is heel weinig. Dus ik moet ook alles hier, maar dan wordt het half half. Nee, we kunnen wel. Nee, we houden nog een klein beetje open. 43. Het is wel heel weinig. Nou, ik weet het niet. Ik denk niet dat de sangria gaat lukken. Wat dan? Ah, ik weet helemaal de verhoudingen niet. Het ziet er zo weinig uit. Maar tegen wie praat jij? Tegen de vlog. Oh, ik denk er is opeens iemand binnen. Sofie of iemand is er opeens. Ik praat tegen de vlog. Wat leuk, maar ja, het gaat fout. Nou ja, ik weet niet of het fout gaat. Ik weet niet of het lekker is. Kijk hoe weinig het is. Ja, maar er moet heel veel ijs nog in, hè? Ja, oké. Okay. Zullen we eens ijs erin? Ja, en ik prop wel even een paar van de plakken. Ja. Waar liggen jullie snijmes? Of snijbord? Nee. Daar ja, schijplank allemaal, ja. En daar hebben we messen. Wat is dit voor oude? Ja, ik stond daar en ik dacht even, dat is leuk. Maar ja, dat is wel Parijs bij. Nee, het smaakt gewoon. Dit is, heb ik heel Parijs gedaan. Oh. Even kijken. Wat heb jij trouwens een leuke outfit aan? Dank je, dit is wel wel jouw look. Ja, dit is echt heel leuk. Vind je ook niet meiden? Dames en heren. Kijk, ik heb deze van ijs. Wij kunnen ook eens op met 10 mensen zijn. Vind je ook niet meiden? Moet er nog iets van Boos of Bosbus in bevroren? Nou, weet ik niet. Nee, dat zou ik maar voor Jean Tony. Oh ja. Als ik daar beter ben. Steeds meer blijven. Zo. Ik weet niet hoe laat iedereen de party moet joinen, maar dat zie je vanzelf wel. Oh, ik had trouwens nog een champagne openstaan. Oh, ja, maar die prosecco bedoel ik ook. Oh, ja. Van gisteren. Volgens mij precies dezelfde. Oh, maar nee, je hebt hem gewoon in één keer gebruikt. Ja, dan is het top. Ik moet er nog wat champagne bij. Toen moet ik straks eerst even proeven. Ja. Ja, ik heb precies dezelfde. Echt? Nou weer. Ja, omdat het de goedkoopste is. Ja. Ja. Ik weet wel hoe het kan. Hoe kan dat nou weer? Hoe kan dat nou? Ja, dat is de goedkoopste. Maar hoort daar ook dit en zo allemaal in? Wat leuk. Ja, hun hebben het dus van een of ander tentje ergens. Wie is hun? Vrienden van ons. Oh. Hun. Altijd als mijn ouders op vakantie zijn, chillen we hier. Ja, nog wel. Hij liet een beetje het volk. Ja, omdat het bako zo'n ontbijt. Oh ja. En nu? Ja, moeten we gaan tappen. Maar jij had echt zo'n emmer. Dus ik weet niet hoeveel prosecco's er in is. Zo. En dit wordt in een wijnglas? Ja, ik denk het. Gesloopt? Ja, je hebt gewoon een werk achterop. Grap. Deze keer doen. Even goed koud. Zo van. Laten we eerst even proeven trouwens. Zal ik even een dingetje erin doen bij je? Ja. Ik ben echt heel benieuwd. Is dit toen je pas die dingen... Ja, die barbecue. Ja. Wat leuk staat dit. Kijk ja, dan. Jawel hè. Hoe leuk. Jongens. Ik ben zo benieuwd of het is gelukt.
Het is toch helemaal cute zo? Zomers drank. Oh, we hadden eigenlijk een TikTok van moeten maken. Morgen weer. Morgen weer. Onderbij. Ja. Ja, maar je weet niet hoe het moet. Nou, ik weet het niet. Ja, de vlog weet ik. Kijk wat terug op de vlog. Oh, hij dribbelt een beetje. Oh. Oh, cheers. Cheers. Ik ben zo benieuwd. Ik ook. Oh. Ik heb misschien een beetje veel 3,40 gedaan. Oh, ik wou net zeggen, ik vind dat lekker. Oh, nou, dan is het toch goed? Ja. Oh, ik vind het heerlijk. Ja, het is geweldig. Ja. Helemaal lekker zo'n zankje. Nou, cheers. Ik ga het niet doen. Oh, je too. Ditto. Oh, jou, je hem ook vast. Echt zo. Ik ben echt zo moeder. Ja, maar weet je wat ik het leuk vind aan die vlog? Dat je je eigen dingen terug kan zien. Dus we gaan het welbekende goudzoekenspel weer doen. En we gaan uitleggen hoe het werkt. Want het is echt. Ja, je wilt eigenlijk niet. Niemand kent het spel. Nee. Maar we gaan wel het welbekende kaart. Wat je moet doen is je moet verschillende soorten shots pakken. Dus wij hebben Afvalkorns, 43, Gin Tonic Mix en Limoncello. En dan heb je 3 glazen nodig, toch? Nou, ligt aan. Ik denk dat als ik bij mijn verjaardag waren met best wel veel mensen. Ik denk dat je dan wel meer glazen kunt pakken. Ja. En dan ga je dus 6 bij 6 kaarten neerleggen. Oké, dan ziet het er dus zo uit. En wie kiest de beginshots? Dat doen we gewoon allemaal. Dan moet je random 3 plekken neerzetten, toch? Maar het moet wel gewoon allemaal. Maar het zijn 4 kaarten staan. Ja, het moet zeg maar zo op een hoek. Oké, dan gaan we het vullen met eentje sowieso gin. Het is wel sterke gin. Wel goede glaasjes. Ja, hè? Ja. Wat doen we nog meer? Limoncello. Ik wil even rustig gaan beginnen. Ik kan helemaal niet. Ja, ik wil eigenlijk wel even iets. Oh, limoncello. Ja, schat, maar. Maar, ja. Nee, maar je speelt dit spel niet voor je lol, hè? Nee, dat is waar. Dat je het even door, hè? Dat streep je erover. Ja. Anne met koorts hier. Ja. Door, hè? Anne is echt een strijder. Ze is hier gewoon van. Wat heb je in deze dans nou niet? Ja. Zit dat gin in? Ja. Heb je die andere afvul, dan doe ik met deze. Ja. Dikker. Dan moet je, heb je 1 of 2 dobbelstenen nodig. Stop! Mag ik even wat zeggen? Ja. En ja. Hey, maar kom eens even hiermee. Geen ruggraat. Nee. Ik heb daar een sticker voor. Ruggraat koop. Ik heb daar een sticker voor. Oh ja, dat helpt. Ik heb daar een sticker voor. Zo is het gewoon aan de limo, hoor. Arme mop. Ja, oké, en dan moet je dus gooien, hè? Ik was niet op je verjaardag, schat. Oh. Je moet toch naar. Ik wilde zo een thema doen. Oh, sorry, ga je er. Ze zegt hoe laat ben je thuis? Maar ik zeg, nou, hard better. Doe maar de kamer. Oké, en dan ga je dus dobbelen. Zal ik beginnen? Helemaal trots. Ik heb vandaag op de bank gezeten. Oké, nou, dan moet je dus gooien. Dan moet je dus gooien. Nee, eerst 1. Oh ja. 3. En dan is het dus 1, 2, 3. Ja, je moet eerst bepalen van waar je mee, maar ik heb gelegd. Dus dan wordt het 1, 2, 3. En dan doe ik nog een keer. En dan heb ik 1, 2, 3. Dus dan heb ik die shot, toch? Oh, ben ik blij dat jullie wat jullie. Want hij raakt je kaart. Ja. Dus nou, zou zelf bepalen dan moet ik dit shotten. Hij vindt niet meer zo goed shotten. Ik wil morgen echt helemaal geen kaas hebben. Maar ga ik wel doen. Nee, we moeten veel water tussendoor drinken. Oké, ben ik? Lekker afkortje. Ja. Oh, nee, dan moet ik hem opnieuw inschenken. Ja, nee, eerst opnieuw. Oh ja, eerst inschenken. Ja. Niet dat iemand het nu wel gaat snappen. Nee. Wat is dat dan? Gin. Oh ja. Ik geleerd van een volkertje neefje, maar ik ben bang. Dan zet ik hem hier neer. Nice. En dan moet ik dus raden of dit zwart of rood is, waarop ik op kwam. En als het al fout is, dan moet ik nog een keer gooien. Ja. Zwart. Kak. Nee, nu moet ik. Ja, nou, dit is kut. Wel. Doei. Dit is echt kut uitgelegd. Dit is echt een kut uitleg. Ja. Oké. Okay. 1, 4. Nee. Ja, maar nu ben ik er alweer klaar mee. Ja, maar dit is echt heel erg je eigen schuld. Ja. Ja, maar je moet gewoon weer shotten. Dat gaat doen, hoor. Gewoon weer shotten. Dit heb ik elke keer. Dit gebeurt ook bij de chin. Maar toen was het alleen maar vodka. Dat is heel erg. Ja. Dat is te ik zeg gewoon, ik wil beginnen, nu is het nog makkelijk. En jij gooit dan een fout. Ik was niet zo vies, zwart. Wat is het? Ja, zwart zeg ik nu. Oh. Oké, okay, nou, next. Nee, maar daarom. Nee. 3, ja. Ja, maar ik vind deze niet zo erg. Wat is dit dan? Appelkorn. Ja. Appelkorn. Oké, okay, dan moet je hem vullen en opnieuw neerzetten. Zo, we beginnen wijn. Ik ja, geen wijn. Dit een beetje. Nee, we gaan. Nee, ja, dat kan. Ja, kan. Ja, tot je hem zelf moet drinken, hè? Oké. Okay. Dan moet je terugzetten, ergens random. Daar. Welke was het? 3-3. Of 6-3, ja. Goed. Ja, hoor. Woe! Hé,
1. Laag gooien. Ja, het is op zich eigen drankje gewoon. Dus. 2, ja. Zwart. Het is, ja, we gaan even proosten op Nina de pinda... Oh, Nina de pinda chips. Ik dacht dat je een boer liet door helemaal gezicht bloemen. Meiden! Cheers! Cheers! Oh, hey! Zo, ik ben niet normie. Ik hou niet van pinda. Dit is gewoon pindakaas. Oh. Ik vind wel lekker. Zijn ook een beetje plakken. En dat is de bedoeling. Ze worden achter de tanden te plakken. Dat is ik hou niet van dit. Nee, ik vind het kaas lekker. Hallo lieve vriendjes en vriendinnetjes. Het is vandaag... Momentje hoor, mijn Samsung is niet zo snel. Oh, sterker nog, mijn Samsung is op. Het is vandaag 17 juni 2023. We gaan met z'n allen bij haar slapen en eten en gezelligheid. En Saartje is de allerbeste gastvrouw ooit. Nee. Ik ben een hele speech aan het houden. Kom weer gezellig bij mij slapen. Wij gaan lekker slapen. Hallo allemaal, het is vandaag zaterdag. Ik heb de hele dag nog niet gevlogd. Het is wel avond. Maar ik ga gezellig barbecuen. De boys. Lekker hapjes. We gaan hier lekker barbecuen. Kijk. Lekker kippie. Lekker Emiel. Mag ik dat vis zien? Ja, tuurlijk. Heb je die zelf gevangen? Ja. Vertel eens dan. Deze in de vliegtuig van haar net. Ja. We gaan hem doodmaken. Ja. En wij bakken hem niet. Ja, dan gaan we hem opeten. Ja. Lekker hoor. Lekker. Nou, Stan en ik zijn even op het strand geweest. Echt de hele week is het super mooi weer. En precies vanavond scheen er gewoon geen zon, maar het was wel gewoon warm. Het was wel warm. Ja, het was wel gewoon warm. Kijk, daar zie je nu de zon ondergaan. Dus gewoon even een stukje over het strand lopen. Even een drankje gedaan. En dan gaan we weer naar huis. Guys, het is vandaag zondag. Heb ik dat al verteld? Dat weet ik niet. En we zijn in Delft. Het lijkt alsof we in de jungle zijn, maar we zijn echt in Delft. We zijn gewoon in Delft. We zijn in de botanische tuin. Nog nooit van leven geweest, maar we moesten alle hotspots van Delft onderzoeken voor het samenwerken. Dus daar zijn wij. Dus wij zijn hier. Ja. We hebben een leuk dagje gehad. Jullie kunnen het allemaal zien op de NS. Ja. NS-pagina. Ja. Maar we zijn nu... dit zijn de spreekwoorden. Ja. Weten jullie wat het is? Kwakkel... Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Nou, weet je dat ook weer? Nee, maar... We moeten de route volgen. Oh. Dan kom je nu weer bij de... Ja, we waren net bij de laatste. Bij de... Hij heeft een zilveren ring om. Gorilla's hebben altijd een zilver ringetje. Al draagt een aap een gouden ring. Nou... Deze is ik heb nog nooit genoeg gezegd. Hoor. We gaan verder. Oh, ik ben erachter gekomen dat ik slecht ben in de spreekwoorden gezegd. Dus. De enige die we goed hadden was, als de kat van huis is, dan is de muis op tafel. Nou, en dit? Ja, dit zijn de beschermde planten. Die sterven uit in Nederland. Ja, nou, volgens mij overal. Ja, ik weet het niet. Nou, hier hebben we nog één. Die mogen draden. Als een trompet. De aftocht afblazen is dit. Oh, de aftocht afblazen, ja. Oh, hier. 3 kip op stok. Hoe gaat dat nou? Met kippen op stok. Met de kippen op stok. Ja. Je moet gewoon heel letterlijk. Ja, maar sommige dingen ook niet hoor. Nee. Net eentje was echt met de paphut ingegoten en dan ging het over een zilveren lepel. Ja. Er nog één varkentje wassen. Dat denk ik, hè. Wacht. Oh. Ja, we zullen dat vark wel wassen. Dat ja, we zullen het vark wel wassen. Oh, en kijk, en dit was op ieder potje pas een deksel. Maar wij dachten dat het een pompoen was. Maar, ja, dat was een appel en een pompoen. Maar goed, hè? Dat kan het wel. Naar de uitgang. Naar de uitgang. Met gierende banden. Met gierende... Nee, grapje, het is echt heel leuk. Dat is echt vakkelijk, dat. Ja, ik heb me echt verbaasd. In ieder geval... Ik had geen niet echt verwachting of zo, maar het is heel cute en knus en heel veel leuke koffietentjes. En het was ook schattige wel grachtjes. En inderdaad, het is gewoon zondag, maar het was echt helemaal niet overvol. En het was gewoon helemaal chill. Ja. En
Nou, ik zag heel veel leuke tenten en we hebben nog even gefietst door de stad en lekker alles lopen, afstand. Alles is dichtbij, je komt overal langs. Ja, helemaal cute, helemaal leuk. Dus ik zou zeker aanraden, heb je een keer een dagje dat ik denk, ik wil even een dagje weg. Nou, Delft is hartstikke leuk. Check de TikTok of de Reel voor als je de hotspots wil weten. Jongens, ik wil hierbij een hele leuke weekvlog afsluiten. Volgens mij heb ik echt super veel gevlogd. Helemaal gezellig met mijn vriendinnen en zo. Dus we zijn helemaal geslaagd. Ik ga het huis hier weer achterlaten. En dan komen andere mensen erin. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet een blauwdruppje omhoog te geven natuurlijk. Op mij te abonneren en me te supporten. Helemaal gratis en voor niets. En volg me ook zeker op Instagram en TikTok. Dus allebei @sarahvervoerd. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei. Yes, I'll be on my way now.